kan wel aan. Ik weet het wel. Ik ben ook net Frans geweest. Dat doe je dat niet, hoor. Dames en heren, welkom bij de voortzetting van de vergadering. We hebben een aantal aanwezigheidsmeldingen. Dat is de heer Lucht, de heer Tassila, de heer Zwijgman, de heer Van Delen. En namens het college is alleen mevrouw Hoekstra aanwezig. We waren gebleven bij agenda punt 8. Dat is de beleidsnotitie terrassen. Dit voorstel gaat in op de vraag van de raad de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken om permanente overkapte terrassen in de vorm van een serre of een veranda in de Torenstraat, Boomstraat, in Westerschelling en de Oosterburen in Midland mogelijk te maken. Wie in het publiek kan ik hierover het woord geven? Niemand? Oh, meneer Bon, ja, u heeft zich gisteren aangemeld. Nou, aan u het woord. Geachte voorzitter, ik heb wat zienswijze over de beleidsnotitie van de terrassen. We hebben in Oosterburen een detailhandelzaakje. En wij zijn ingesloten tussen de blokker, het wapen en aan de overzijde de pizzeria, de ijswinkel en de koffiepot. Al deze bedrijven hebben hun terras CQ koopwaar uitgestald over het gehele trottoir. Wat voor ons helemaal geen zwaar is. Het probleem is het gedoogblijf voor fietsers, scooters en ander denkbaar verkeer in dit wandelgebied. Mede door het openen en uitbreiden van een aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld de Purvida en de Co-op, een uitbreiding van de stoep, zal de verkeersstroom in Midland behoorlijk toenemen. En dan doe ik ook nog op tientallen winkelwagentjes per dag die door de straat naar de vakantieverblijven en naar de co-op gaan. Wat ik bedoel te zeggen is, de verkeersstroom neemt toe, de gelegenheid om een vervoermiddel te parkeren neemt af. Onze realiteit de afgelopen twee seizoenen is dat we gemiddeld 3 tot 4 keer per week tientallen fietsen moeten verplaatsen om zodoende onze winkel bereikbaar te houden voor klanten. Deze fietsers zijn van 99% geen klanten van onze zaak. Het kan niet de bedoeling zijn dat het meest gefotografeerde monument van de Oosterburen als fietsenstalling wordt gebruikt. Er zijn voor mij volgens mij twee zienswijzen om hier wat aan te doen. Dat is op de oude voet verder gaan met het gedoogbeleid en parkeergelegenheid realiseren. Een tweede zienswijze is het wandelgebied handhaven zoals in de Torenstraat gedaan wordt. En verder heb ik eigenlijk alleen nog te zeggen van hoe meer zielen in Midland, hoe meer vreugd en hoe meer handel. Dus laat ze maar komen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Wie van... Ja, hij doet het toch gewoon. Ja. Wie kan ik hierover het woord geven? Meneer Van Delen, meneer Ruigen, meneer Bos en meneer Lodder. In die volgorde. Meneer Van Delen. Ja, hij doet het. Beleidsnotitie terrassen. Terrassen. In 2013, bij het vaststellen van de horecanota, toen werd duidelijk dat hier behoefte aan was. En de raad heeft zich nu de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Het was al een heel duidelijke opdracht. Kijk in de horeca concentratiegebieden op Westen in Midland en inventariseren hoe terrassen en veranda's er al of niet passen. Hier is in 2013 een start meegemaakt naar een onderzoek door een extern bureau. Na gesprekken met de ondernemers, de belanghebbenden, de inbreng van het recreatieplatform en een informatieavond voor de raadsleden, ligt er nu een ontwerp. Meneer Van Delen, sorry, zou u iets beter in de microfoon kunnen? Ja, dank u wel. Zal ik proberen. Gemold. Nou,
Er ligt nu een ontwerpnotitie voor ons en we mogen er na 4 jaar onze mening over geven. We vinden het natuurlijk jammer dat er hier 4 jaar voor nodig is geweest. Maar deze beleidsnotitie gaat dan ook verder dan die opdracht van de Raad destijds. Dan zien ze mijn knappe gezicht niet meer. We hebben het nu over het hele eiland. Alle horeca, inclusief musea, sportverenigingen en kantines op de campings. En bovendien zijn er ook nog wat wensen toegevoegd van enkele ondernemers. En dan lijkt deze nota een soort van Haarlemmer olie te moeten gaan worden. Als je deze verruiming daar toestaat, hoe ga je dan met de reguliere detailhandel om? Dan leven daar ook al wat mensen en dat maakt het wel ingewikkeld. Het is niet zo simpel. Als je een en ander in een brede perspectief wilt zien, hoe gaan we dan met terrassen om bij standplaatsen? Hier geeft de gemeente standplaatsvergunningen voor uit. Staan er binnen deze vergunning ook regels over? Wel nieuwsgierig. De fractie van de PvdA vindt het niet wenselijk om ook met al deze genoemde categorieën, serres en veranda's toe te staan. Deze horeca is ondergeschikt en alleen voor eigen gasten en het willen we ook graag ondergeschikt houden. In het gemeenteblad wordt een tiental criteria genoemd aan de hand waarvan beoordeeld moet worden of een serre of veranda mogelijk is. De meeste hiervan zijn heel helder en geven ook weinig reden tot discussie. Alleen de criteria onder 5 en 6 zijn erg subjectief. Hier staat bijvoorbeeld het behoud van het stedenbouw. Sorry voorzitter, dat laatste verstond ik niet. De criteria onder? 5 en 6. Criteria onder 5 en 6 zijn erg subjectief. Van een van die 10 regeltjes die in het begin van het stuk staan. Hier staat bijvoorbeeld behoud van het stedenbouwkundig karakter van de straat. Het behoud van het architectonisch karakter van het pand. Ja, wie gaat het nou beoordelen of het zo is? Huus en Hiem? Ja, we gaan even terug naar het rapport. West ter Schelling. In de Torenstraat en Boomstraat staat de bebouwing dicht op elkaar. Die straten willen we graag leefbaar en leuk houden. Misschien wat kneuterig, maar eilanders en badgasten waarderen onze identiteit juist heel erg. Er wordt in het voorstel geen ruimte voor uitbreiding door middel van een serre of veranda geboden in deze straat. Op een uitzondering na. Aan het uiteind van deze straten bij het Brandagesplein. Mits er een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Dat is best een gevoelige plaats wat betreft het aanzicht van het mooie monument de Brandaris. Ook de PvdA-fractie is hier geen voorstander van. In Oosterburen komen we tot dezelfde conclusie. De straat is daar ook niet breder, heeft een aantal beperkingen, zoals de bomen en de discussie over het hele jaar afsluiten. Voor een gemotoriseerd verkeer willen we ook niet meer voeren. Dat is klaar. Ook de ondernemers die we gesproken hebben, staan niet te trappelen om daar ingrijpende veranderingen te willen. De voorbeelden van sommige andere waddeneilanden is voor hen een gruwel. Ze willen het graag houden zoals het nu is. Een verder onderzoek of er iets zou kunnen, lijkt ons dus overbodig. Houden zoals het nu is, de Oosterburen, hij is prachtig. De terloopse opmerking die aan het eind van een alinea staat van bekeken moet worden of het toch mogelijk is om ook in de Oosterburen serres of veranda's te willen verwezenlijken, die begrijpen we niet. Dat de verkeersveiligheid genoemd wordt in deze gebieden, de veiligheid van de voetgangers en het al of niet controleren van regels wat betreft laden en lossen, het soms onterechte gebruik van ontheffingen, het parkeren op bijvoorbeeld het Brandarisplein, dat zijn zaken die net ook al aangehaald zijn, hè, het handhaven. Die alles met handhaven te maken hebben. Het is jammer dat we hier steeds mee geconfronteerd worden. Als je hier dan niks tegen doet, wordt het alleen maar erg. Dat is een zijsprongetje die u zelf in stukken aandraagt, maar een grote ergernis is van veel van onze inwoners. En ook van de gasten. Je wordt van de sokken afgereden af en toe. De zinsnede dat het opstellen van beleidsregels dient als basis om van de regels van bestemmingsplannen en welstand af te kunnen wijken. En de opmerking dat we de beleidsnotitie in een brede perspectief moeten zien. Wat wordt daar nou mee bedoeld? De opmerking van het recreatieplatform sluit daar helemaal bij op aan. De terrasnota en de horecanota mag nooit in strijd zijn met een bestemmingsplan. Dat is heel duidelijk. En daar kunnen wij het helemaal mee eens zijn. Als er iets afwijkt van het bestemmingsplan, is er maar één manier om dat te veranderen.
de normale procedure volgen voor een bestemmingsplanwijziging. Dat schept duidelijkheid en je biedt belanghebbenden ook de rechtszekerheid waar ze vanuit moeten kunnen gaan. Wij gaan ervan uit dat je dan ook zo snel mogelijk, als je definitief beleidsregels vaststelt, naar bijvoorbeeld de paraplu-herziening op de bestemmingsplannen legt. Dan het punt over verkopen van gemeentegrond. Dat is natuurlijk een principiële zaak, waarom wel openbare ruimte verkopen aan bijvoorbeeld een ondernemer en niet aan een woningbezitter die ook al een serre wil bouwen op gemeentegrond. Lijkt onze fractie een ongewenste zaak om grond te verkopen die tot het publieke domein behoort. Ook het rapport noemt daar zogenaamde satellietterrassen. Laten we even het Leidseplein-idee noemen. Een terras, dus niet voor het horecabedrijf, maar tegenover of om de hoek bij een aardige buurman. Dat vinden wij een ongewenste zaak, een tast de leefbaarheid en uitstraling van de straat aan. Een voorbeeldje, stel je voor het Brandarisplein verpachten, een paar leuke plekken aan de hoogste bieder, omringd door flinke terrasschermen. Want het waait daarin is altijd. Ja, zoiets moet je niet willen. Ze noemt ook bijvoorbeeld aan de overkant van de straat. Willen we dan voor ieder pand een terras? Als het geen horecabestemming heeft, kan dat gewoon niet. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft er altijd voor gepleit dat onze dorpen een mooie, gezonde mix moet zijn en blijven van wonen, winkels en horeca. Dat vinden we nog steeds. Laten we onze vingers niet branden voor de zoveelste keer. We staan niet te trappelen voor ingrijpende veranderingen. Het goede blad pakken. Goed bedoelde initiatieven leiden soms tot onverwachte en ongewenste resultaten. Wat betreft de genoemde dorps- of straatcommissies zijn we het volledig eens met de opmerking van het recreatieplatform. We vinden dat onverstandig. Er moeten gewoon duidelijke spelregels zijn, ook wat betreft de materiaalkeuze als je iets wil, waar iedereen zich moet houden. De PvdA-fractie denkt dat je moet verwijderen. Dat je moet vermijden dat buren over de kleuren van elkaars veranda gaan praten en beslissen. Zo ligt willekeur op de loer en de gunfactor komt om de hoek kijken. Laten we dan professioneel houden. Voorzitter, de opsomming in het gemeentebad volgende. Serres, we kunnen ons vinden in het voorstel A en D. De regels met betrekking tot verkopen gemeentegrond, die mogen eruit van onze fractie. Veranda's. Geen buurt- en straatcommissies, dus B mag eruit, wel welstandcriteria opnemen in de beleidsvoorstel en straks de nieuwe welstandnota. De overige terrassen, daar kunnen we ons aan vinden. De satellietterrassen, alleen mogelijk bij een pand met horecabestemming. Deze toevoeging zou het kunnen. En de serres en veranda's bij overige terrassen en we nemen de naam kwijt, maar in ieder geval bij bedrijven die ondergeschikte horeca hebben, nou helemaal niet. Dat was het hele. Voor de eerste ronde. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Delen. Meneer Ruijgen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Tijdens de behandeling van de horecanota in 2012 en 2013 is duidelijk geworden dat een paar horecaondernemers behoefte hadden aan min of meer een permanent overdekt en afgeschud terras, een serre dus. De raad heeft destijds het college opdracht gegeven dit te onderzoeken. De Droogtrommel & Partners heeft dit onderzoek gedaan en de gemeente heeft ook vorig jaar een avond gehouden om met een ieder hierover van gedachten te wisselen. Hieropvolgens bespreken wij vandaag de geformuleerde beleidsvoorstellen van de terrassennota. De fractie van de VVD heeft een paar vragen hierover. Het college heeft een tiental criteria opgesteld, waaraan voldaan moet worden om te komen tot het creëren van een serre of veranda. Punt 5, 6 en 7 gaan over het stedenbouwkundig karakter, het architectonisch karakter en over de hoogwaardige kwaliteit en uitstraling. Mijn vraag is, gaat de welstandscommissie hierover of het college ook zelf? En ja, de heer Van Delen had het er al over, het is erg subjectief. Graag even een uitleg hierover.
Ik heb dan nog een puntje over de satellietterrassen. Satellietterrassen zouden worden mogelijk gemaakt, met uitzondering van het Brandarisplein. Prima wat de VVD betreft. Ik ga ervan uit dat dit ook met een omgevingsvergunning wordt geregeld, maar misschien kan de wethouder daar even een toelichting op geven hoe dat verder komt. Maar ik had er wel even een vraag over. Stel een restaurant wil een satellietterras creëren aan de overkant, met toestemming van de buurman uiteraard. Maar als de buurman dit niet langer wil of het pand komt te koop of wordt verkocht, wat gebeurt er dan? Komt dit te vervallen of hoe gaan we hiermee om? Voorzitter, in dit stuk staat dat er in de Oosterburen geen vaste serres en veranders mogelijk zijn, omdat deze straat niet jaar rond van verkeer is afgesloten en dit een gevaar kan opleveren voor wandelaars vanwege een beperkte ruimte op de stoep. Een aantal zinnen verder stelt u dat er misschien toch incidenteel gekeken moet worden om shares en veranders in de Oosterburen te realiseren. Spreekt u zich niet tegen, college? Tot zover. Dank u wel, meneer Rare. Meneer Bos, aan het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even zeggen dat we het gemeenteblad hadden wij en ik had me daarop voorbereid. Ik spreek maar naar het college, maar u bent het enige zittende college wat hier zit, mevrouw Hoekstra. Maar één laatste dag kregen we... Mevrouw Hoekstra, mijn introductie. Even ter geruststelling van meneer Bos, wel namens het hele college. Dus ik ben niet voor mezelf begonnen. Begrijp ik. Ik had mij zondagmiddag goed voorbereid op dit hele stuk en toen kregen wij maandag kregen wij... een heel herziend gemeenteblad, waar dingen weer in veranderd en de schrik sloeg me eigenlijk om het hart, omdat ik geen tijd meer had om... Voorzitter. Mijn interruptie, ja. Ik wil toch de heer Bos even uit zijn droom helpen, maar dit waren gewoon hele kleine textuele wijzigingen. En volgens mij heeft iedereen zich gewoon goed kunnen voorbereiden. Dus dit raakt kan toch wel. Meneer Bos. Dank u wel, meneer Ruigen, maar ik maak toch even mijn zin af. Ik zou toch willen vragen dat het niet weer voorkomt, want daar kunnen wij dus geen goede besluitvorming op aanmaken. Goed, dan gaan we over naar het stuk. Beleid serres, veranders en terrassen. Voor ons ligt het gemeenteblad met het voorstel om het beleid vast te stellen van serres, veranders en terrassen. En dan het voornaamste in de Torenstraat, Boomstraat, in Westerschelling en de Oosterburen in Midsland. Het plan is om daar de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken om daar permanente overkapte terrassen in de vorm van een serre of een verander mogelijk te maken. De fractie van Plaatselijk Belang wil daar het volgende over zeggen. Allereerst willen we de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele verrichte werk wat ze gedaan hebben. Er ligt nu eindelijk een stuk voor ons waar we weer een stap mee verder kunnen gaan. Al in 2012, tijdens de vaststellingsprocedure van de horecanota van 2012 en 2013, is duidelijk geworden dat er bij enkele horecaondernemers behoefte bestond om hun terrassen permanent te willen afdekken of een soort afgeschut terras aan te willen leggen. Deze vraag of behoefte ontstaat uit het feit dat de toerist, waar wij uiteindelijk allemaal van leven, dit graag wil. Of je kunt ook zeggen, de toeristen hebben daar meer en meer behoefte aan. We leven in een snel ontwikkelde tijd waarbij de toerist of klant steeds meer eist. En hoe je het went of keert, wij zullen hier op de Schelling hier ook in mee moeten gaan om de toeristen hier te houden. Kwaliteitsverbetering noemen we dat. De raad heeft het college opdracht gegeven om dit te laten onderzoeken. In 2013 heeft Droogtrommelen en Partners DTNP een begin hiermee gemaakt. Uiteindelijk is naar voren gekomen dat er zeer beperkte mogelijkheden zijn om een serre of een veranda aan te leggen. Op Westerschelling is dit alleen mogelijk aan de twee uiteinden van de Boomstraat en de Torenstraat nabij het Brandarisplein. Vervolgens is er een inspraakavond geweest met de ondernemers en burgers van de Schelling. En het recreatieplatform is er ook bij betrokken geweest.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het mooiste of het beste zou zijn geweest om de Oosterburen het hele jaar af te sluiten voor het autoverkeer. Maar dit heeft totaal geen draagvlak. Vervolgens is men toch op zoek gegaan om elders te gaan kijken waar men serres of dichte veranda's gerealiseerd kunnen worden. De fractie van plaatselijk belang is blij op te vernemen van het college om in de bovengenoemde straten lukraak geen serres en veranda's toe te laten. Over het algemeen wil men geen serres in het straatbeeld hebben. Wel is naar voren gekomen dat het mogelijk moet zijn om op eigen grond binnen het bestemmingsvlak een serre te maken en daartoe een mogelijkheid te scheppen binnen het bestaande bestemmingsplan. Daarbij mag het totaal oppervlak van het terras van het onderhavige bedrijf niet worden vergroot. Bij het aanleggen van veranda's ligt het iets vereenvoudiger. Hier is een breder draagvlak aanwezig. Je zou in beperkte mate het aanleggen van veranda's in de straten kunnen toestaan, mits er goed overleg is met de bewoners en de ondernemers. Je zou hier een goede afspraak over kunnen gaan maken. Als voorbeeld doorzichtige zijwanden, zodat je het straatbeeld, de gevels en dergelijke toch blijft zien. Ook over het gebruik van de juiste gewenste bouwmaterialen en kleuren zou je met elkaar afspraken kunnen maken. Ook hier zou je hierbij moeten afdwingen om het terras alleen om te zetten in een veranda of het terras te laten zoals het is. De fractie van plaatselijk belang is van mening dat als je het allebei toelaat, terras met daarbij nog eens een veranda, je dan wildgroei krijgt, net zoals op Texel. En dat moeten we juist nu in onze ogen nu niet willen. Het einde is dan niet in zicht en voordat je het weet is de hele straat vol gewoud. Het fenomeen winterterrassen is geen probleem op de Schelling. Ze mogen het hele jaar hier op het eiland geopend zijn. De fractie van plaatselijk belang leest wel in het gemeenteblad dat het niet is toegestaan om het terras te verwarmen door middel van een houtkachel. De fractie van plaatselijk belang vindt dit iets te ver gaan. Als de houtkachel aan alle brandveiligheidseisen is voorzien, moet het toch mogelijk zijn om gezellig bij zo'n kachel te kunnen zitten. Dat geeft nu juist de charme ervan. Of eraan. En als we goed om ons heen zien hier op de Schelling, is volgens ons al zo'n terras met houtkachel al jaren in omloop. Dus wij zien hier geen problemen in. Dan hebben we nog de gewone terrassen. De fractie van plaatselijk belang is met het college eens om de voorwaarden die aan deze terrassen verbonden zijn ook zo te houden. Nog een mogelijkheid is het hebben van het terras in de nabije omgeving van het bedrijf. Wil men hier iets in gaan veranderen, dan moet er per situatie naar gekeken worden. De mogelijkheid voor dergelijke terrassen is afhankelijk van de geschiktheid van de locatie en vraagt dus ook maatwerk. Tot zover. Ja, dank u wel, meneer Bos. Meneer Lodder. Ja, dank u, voorzitter. Terrassennotitie. Het heeft even geduurd voordat hij er is, maar hij ligt er nu voor ons. En we zijn blij dat het gemeenteblad na wat opmerkingen toch nog aangepast is. Wat ons betreft, wat de fractie van het CDA betreft, hebben we wel nog een aantal punten hierop. Het merendeel is ook al door andere sprekers genoemd, maar ik wil het toch nog eventjes aanhalen. Wat ons betreft wordt er geen gemeentegrond verkocht om serres en veranda's te realiseren. Als men dat iets wil doen, dan denk ik dat je beter kan regelen via precario recht. Het probleem is dat je dan gaat in feite ga je publieke of openbare grond ga je verkopen. En hoe gaat het als er iets aan de straat veranderd moet worden? Hoe moet je dat dan doen met die eigenaren? Verder opmerking ook vinden wij, wat ook het recreatieplatform vindt, dat geen buurt- en straatcommissies erover moeten gaan om te denken over kleuren en vormen. Ik denk dat je te veel willekeur krijgt en ik denk dat je gewoon moet zeggen van er zijn eenduidige regels en die gelden gewoon voor het hele eiland. Satellietterrassen. Ja, wat ons betreft geeft dat toch een beetje
rommelig beeld als je in de straten gaat kijken. En je zou dan op sommige plaatsen wel en dan weer geen satellietterrassen hebben. Bovendien ben je te veel afhankelijk van de andere eigenaren of ze toe willen staan. Zoals het net genoemd is, ja, als dan het pand verkocht wordt en de volgende eigenaar het wil het niet, dan kan het weer, dan moet hij weer mee stoppen. Bovendien vind ik ook dat de vrije doorgang moet gewaarborgd blijven. Ook al zou je een wandelgebied hebben, ik ben wel eens in een paar plaatsen geweest, daar heb je dan een wandelgebied, maar dan denk je op een gegeven moment, loop ik nu door het wandelgebied of loop ik over een terras heen? Want dan wordt het zo ver vergroot dat je bijna geen onderscheid meer ziet. Verdere punt is voor ons ook dat er geen serres en verandering bij ondergeschikte horeca mag komen. Je hebt dan eigenlijk bijna geen onderscheid meer tussen ondergeschikte en gewone horeca. Dus wij vinden dat geen goed idee om dat zo uit te voeren. Nou, en voor de rest zijn wij benieuwd wat de reacties van de bevolking hier op dit stuk is. Dus wat dat betreft zijn we ook benieuwd wat er uitkomt na de tenningsaanbelegging. Dit was het voorlopig. Ja, dank u wel, meneer Lodder. Dan had ik zelf ook nog een aantal vragen. De meeste zijn hier ook al gesteld door de andere partijen. De vraag die ik nog had, die nog over was gebleven, was over het toestaan van serres alleen op eigen grond binnen het bestemmingsplan, mits voldaan wordt aan de eis van de welstand. Maar verderop staat, daar waar mogelijk is en al een bestaand terras is, dient het college een afweging te maken om de gemeentegrond te verkopen om het bouwen van een serre mogelijk te maken. De vraag die ik eigenlijk heb is, waarom wordt dit voorgesteld als er überhaupt geen draagvlak onder de bevolking is voor serres, behalve dan op eigen grond, en dat de gemeente snel grond gaat verkopen om dan toch een serre mogelijk te maken. Wij vonden dit erg vreemd dat het in het stuk stond. En verder deel ik heel erg de opmerking van de heer Lodder over... was dat ook alweer wat u zei? Ja, dat het stuk wel heel erg lang onderweg was. En dat dit nu is, ja, en dat er nog op het laatste moment nog een paar wijzigingen zijn. We zijn er blij, maar vervolg dit graag gelijk goed. Zeker als het al jaren onderweg is. Nou, mevrouw Hoekstra, u bent de enige collega, aan u het woord. Nee hoor, dank u wel. Ik moet misschien straks nog naar een andere vergadering. Nee hoor, volgens mij lukt het wel. Mocht ik een aantal vragen onverhoop niet beantwoorden, dan hoor ik dat wel van de voorzitter, neem ik aan. Maar ik heb dapper zitten meeschrijven, dus ik hoop dat ik de meeste dingen wel voor de bril heb. Meneer Bolt, die heeft een zienswijze die hij net even insprak. En eigenlijk is dat wel fijn dat meneer Bolt daarover insprak, want dat is natuurlijk... eigenlijk niet waar het over ging, maar op zich schetst hij wel iets wat er aan de hand is. Want we hebben het hier inderdaad over terrassen, verandas, serres, dat soort van zaken. Maar hij schetst ook meteen iets wat dus aan de hand is met de scooters, de fietsers en de parkeerplaatsen die allemaal... Nou, ten eerste is het natuurlijk wel zo dat in de zomer is die straat afgesloten, de Oosterbuurt, dus... Ja, volgens de borden wel. Ja. Ja, nou inderdaad, we hebben geen discussie met de tribune, maar in de zomer is die straat in principe afgesloten. Daar staat natuurlijk niet de hele dag iemand met een slagboom voor om ervoor te zorgen dat er niemand komt. Dus er zal ongetwijfeld nog wel eens iemand wat misbruik van maken. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk ons beleid niet op aanpassen, op de overtreders. Voor de rest is het... ook de tientallen winkelwagentjes noemt u even. Ja, dat is een fenomeen wat natuurlijk zo is. De co-op is daar gevestigd en heeft nu een prachtige nieuwe winkel. Heeft een tijdje op een andere plek gezeten en dan speelde dat natuurlijk niet. Het is een keus die ook ingegeven is door een aantal ondernemers en ook door het dorp zelf om die co-op daar weer te hebben. De co-op heeft daaraan meegewerkt. Maar daarmee hou je wel die winkelwagentjes door de straat. Dat is een probleem wat we hier niet mee oplossen. Ik denk dat het goed is om op een ander moment nog eens even te kijken hoe we de straat aantrekkelijk kunnen houden en hoe we daar iets aan kunnen doen. Het is wel iets waar we ook al intern over hebben gehad
ook met een andere organisatie waar wij veel mee samenwerken, die heeft aangegeven, dat is Empathec, die heeft aangegeven van wij zien eigenlijk wel mogelijkheden om ook die straten gewoon wat aantrekkelijker te maken en ook leefbaarder te maken. Dus wat dat betreft kunnen we dat punt misschien op een andere moment op een andere manier aanpakken. Dan de... Mevrouw Oosterbaan, bij interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, ik wacht even tot mevrouw Hoekstra dit stukje heeft beantwoord. Want misschien gaat het er dan nog over. Maar eigenlijk is de verzuchting van de heer Bolt gewoon handhaving. En daar hebben we het al vaker over gehad. We hebben voor de zomer gevraagd om handhaving zo ook op het, in het dorpsgebied op West. Want de heer Bolt die verwijst naar de, net zoals op West. Nou, daar word je ook van de sokken gefietst. Dus wij willen nogmaals een pleidooi houden. We weten dat ook de politie aangegeven heeft dat ze dit heel moeilijk vinden te handhaven. Maar dat neemt niet weg dat je dan maar kunt zeggen, nou dan doen we het gewoon lekker met z'n allen niet. Want het is echt een hele vervelende situatie in beide dorpskernen zomers. Welke ze? Dank u wel, voorzitter. Nou, goed dat u dit nog eens aanhaalt, mevrouw Oosterbaan. Want we hebben dit onderwerp inderdaad eerder besproken. Ook bij andere onderwerpen komt dit zijdelings nog wel eens invliegen. En dat is ook duidelijk, want meneer Van Delen die noemde net ook al eventjes geparkeerde auto's op de Brandarenstraat. Ook daar gaan we natuurlijk ons beleid voor... Brandarensplein, sorry. Ook daar gaan we natuurlijk niet ons beleid op afstemmen als dat over een ander onderwerp gaat. Maar wij hebben in een eerdere toezegging ook al gedaan dat wij in ieder geval een bedrag opnemen om bepaalde verkeersovertredingen in het handhavingsjaarprogramma om bepaalde verkeersovertredingen zeg maar op het moment dat het zich ook voordoet ad hoc eens even te kunnen oppakken en niet zeg maar via een normaal proces waarbij dat van tevoren is afgesproken van we doen het zoveel keren en dan op dat moment nee. We willen gaan kijken hoe we dat op het moment dat het zich ook afspeelt, daar op een andere manier kunnen handhaven om dat soort vervelende situaties proberen te voorkomen. Voorkomen kunnen we het nooit helemaal natuurlijk, maar het ligt natuurlijk ook heel erg, ja, je ziet ook dat het ook heel erg ligt bij de eilanders zelf en een stukje, nou ja, moreel besef is natuurlijk ook goed als je weet dat je daarmee een andere tot last bent. Dan ga ik even over naar meneer Van Delen. Ik zou meneer Van Dieren zeggen, maar dat is meneer Van Delen. Het heeft een tijd geduurd. Meneer Van Delen die zegt ook dat dat jammer is. Nou ja, ik zal niet zeggen dat ik de tijd nodig heb gehad om alle terrassen te bezoeken. Wat ik uiteraard natuurlijk wel heb gedaan. Maar in ieder geval is het inderdaad wat meneer Van Delen ook terecht constateert. Dat wij ook iets verder zijn gegaan dan wat in eerste instantie werd aangegeven. Namelijk niet alleen de Torenstraat, Boomstraat en Oosterburen. En dat was ook ingegeven door ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld tussen 2013 en nu. Waarbij verschillende vragen tot ons kwamen. En we zeiden van ja, eigenlijk moet je dan ook breder kijken als zich ook vragen afspelen op een andere plek. En vandaar ook dat we ook hebben gezegd van ja, als je dan verstandig wilt handelen, dan moet je ook kijken hoe je dan wat breder kunt kijken. Vandaar. Dan vraagt meneer Van Delen of deze nota Haarlemmer Olie zou moeten zijn. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Kom ik meteen op of hoe ver dat dan gaat. Nou, dat is op zich is dat in de notitie ook wel aangegeven. Dat het dus niet de bedoeling is dat er bij allerlei andere plekken waar het speelt over, hij noemde geloof ik standplaatsen en dergelijke, of daar ook regels gelden als meneer Verdelen daar behoefte aan heeft om daar specifiek een opmerking over in te zetten, is dat op zich geen probleem. Maar het is niet de bedoeling om overal overdekte terrassen en serres aan te bouwen. Dus het gaat om waar we het hier in deze notitie over hebben. Nou, u geeft aan dat u bij een aantal zaken liever niet gaat spreken over veranders of terrassen, bijvoorbeeld bij ondergeschikte horeca, waarvan kennis. Ik zal er zo meteen nog wel even op terugkomen, omdat ook andere mensen daarover komen. Maar u begon ook net als een paar andere insprekers over de subjectieve weergave van de criteria onder 5, 6 en meneer Rager noemde daar ook nog even 7 bij uit mijn hoofd. Waar het gaat over hoe je daar naar die architectonische waardes, et cetera, zou moeten kijken. Nou, in de beleidsregels kunnen we daar wel nader op ingaan. Het op het hele eiland dezelfde regels laten gelden, dat lijkt me niet zo handig. Want het hele eiland is geen
uniforme eenheidsworst. Dus ik denk dat het gewoon beter is om gewoon aan te sluiten bij de criteria zo die ook in de welstandsnota zijn opgenomen. Meneer Van Delen wil graag de Westerschelling en leefbaar en leuk houden. Volgens mij wil iedereen dat. En wij hebben ook, het was ook wel leuk bij die avonden waar we het hierover hebben gesproken over dit onderwerp. Dat je ook ziet dat ook zowel ondernemers als inwoners en nou ja, we hebben daar zelfs met semi-badgasten gezeten. Dat die dat heel erg waarderen hoe het er nu bij ligt. Nou, het kan nog beter, denk ik. En wat dat betreft is het ook de bedoeling dat het ook gaat bijdragen aan een upgrading en aan een bewustzijn. Ik vind het daarom ook jammer dat u toch een beetje huiverig bent. En dat was nog een, ik dacht dat meneer Roma dat ook aangaf, voor die buurt- of straatcommissie. Ik denk juist daar waar het gaat om de horeca en om de terrassen, zou het natuurlijk fantastisch zijn als je dus ja, vertrouwen is ook loslaten, denk ik. En om in de dynamiek te blijven zitten van mensen gunnen elkaar hier niks. Ik denk dat je dan ook mensen wel tekort doet. Dat hebben wij ook gezien bij de besprekingen van dit onderwerp, ook met ondernemers. Ondernemers die zijn ook heel welwillend en heel goed van zich ervan doordrongen dat ze hun bedrijven ook niet kunnen overeind houden zonder medewerking van de omgeving en zonder ook goed met die omgeving om te gaan. En dan kun je de uitzondering de regel laten zijn, maar dat lijkt mij nu juist niet. Ik denk van het zou een fantastisch voorbeeld zijn over hoe ermee om te gaan. Ik kan ook zeggen van nou, we kunnen het ook gewoon eens een tijdje proberen. Maar ik denk dat je toch ook de inwoners tekort doet door te denken dat zij dit niet samen zouden kunnen en dat zij dus dan de een het wel zouden gunnen en de ander niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om de omgeving bij dit soort dingen te betrekken. Ik denk dat het was meneer Lodder die het zei. En ik denk dat hij met name doelde op de willekeur die er dan kan ontstaan. Ja, maar ook meneer Van Delen noemde dat. Dus wat dat betreft. Oh, u had het daar niet over. Oh, ik dacht dat u dat ook nog noemde. Oh, meneer. Nou, prima. Oh, meneer Lodder, sorry. Ja. Goh, mijn excuus. En ook iedereen die ook bevraagd is. En meneer Van Delen die noemde ook even ondernemers waar hij mee heeft gesproken. Nou, het zou kunnen, maar wij hebben natuurlijk ook heel veel ondernemers gesproken. En het is dus niet voor niks dat wij hier al heel lang mee bezig zijn. En de slechte voorbeelden die elders in de landen zijn, dat is een gruwel. Nou, dat delen wij en dat delen ook toevallig iedereen die wij daarover hebben gesproken. Dus wat dat betreft zijn we het eens. Alleen dat ondernemers niet zouden staan te trappelen voor dit soort aanpassingen in hun omgeving. Dat delen wij niet, want daar hebben wij toch wel, u heeft ook de stukken erbij kunnen zien, daar hebben wij toch wel andere berichten over gehoord. De Brandaresplein, nou, daar hebben we het al even over gehad. De beleidsregels en de beleidsnotitie in een breder perspectief. Dat was nou eentje waarvan ik dacht van, want dan moet ik het even helemaal lezen in welke zin dat staat. Ik vind het goed als ik daar straks nog even op terugkom, want dan ga ik die nog even bekijken. Maar de beleidsregels, we hebben een beleidsnota. En als je dus vanuit vergunningverlening is het natuurlijk best handig als je dan een set beleidsregels hebt waar je gemakkelijk aan kunt toetsen. Het is niet meer dan dat. En u moet dat niet zien alsof wij dan weer een hele andere regels naast de beleidsnotitie zetten. De beleidsnotitie die wordt vastgesteld en aan de hand daarvan worden beleidsregels opgesteld waaraan gemakkelijk getoetst kan worden. Het is een gebruikelijke methodiek. En inderdaad willen wij ook zo snel als mogelijk parapluherzieningen hiervoor hebben. Nou, dan zegt u ook nog van de gemeentegrond eventueel verkopen. Het gaat erom daar waar een. We hebben ook, dat merkte ik ook een beetje bij andere sprekers, alsof wij nu allerlei dingen willen doen met verandas en serres bouwen op plekken waar nu geen terrassen zijn. Dat is volgens mij duidelijk aangegeven dat wij dat op plekken willen waar nu ook een huidig bestaand terras is. Het terras wordt niet groter en er zijn terrassen op gemeentegrond. En het is ook niet zo dat elk terras aan wat op gemeentegrond staat, dat het dan ook in aanmerking komt voor het aanbouwen van een serre en in aanmerking komt voor een verkoop om daar iets op te zetten. Maar we hebben gezegd het is niet handig. En daar kom ik ook even bij meneer Lodder, die bracht dat volgens mij ook naar voren.
om in ieder geval bij Ceres met precario-rechten te gaan werken. Want je hebt het dan over opstallen die op onze grond staan. En ja, dan kom je in een hele andere systematiek. Dus vandaar ook dat we hebben gezegd, dan willen we onderzoeken of we dat stuk grond kunnen verkopen. Kunnen we dat niet, dan willen we geen Ceres. De satellietterrassen, het Leidsepleinmodel. Nou, we zijn hier geen Amsterdam, maar we willen natuurlijk... Nou, hoewel hoe gezellig het op het Leidseplein is, want ik heb natuurlijk ook vergelijkend waar een onderzoek gedaan, willen wij niet hier een Amsterdam worden. Maar het gaat er ook niet om de leefbaarheid van de straten aan te passen, maar juist om de leefbaarheid ook te vergroten en de gezelligheid te vergroten. En wat dat betreft kan dit wel een toegevoegde waarde leveren. Dus ik wilde toch wel, en we hebben dat ook uit de gesprekken die we gevoerd hebben, is dat ook duidelijk naar voren gekomen. Een aantal belemmeringen die u ziet van wat bijvoorbeeld als degene waar dat satellietterras dan voor is, als die dat dan verkoopt en dat pand en ja, dan moet hij in één keer de terras weer opruimen. Ja, dat is zo. Zo werkt dat. Dan wordt er gesproken over niet de vingers branden voor de zoveelste keer. Nee, dat lijkt me ook niet goed. De commissies, daar was ik al even op teruggekomen. De angst die daarvoor is, die deel ik niet. Nou, dan heeft u een aantal dingen aangegeven waarvan u zegt van dat willen we liever niet. Dan komt u op de gemeentegrond, nou, daar ben ik al even op teruggekomen. Dat wij dus dat wel een verstandige vinden dat we dat ook. En u komt dan ook nog even op van ja, sommige inwoners die willen ook wel een veranderde of een serre bouwen. En de gemeentegrond verkopen gaat alleen over een serre. Maar dat gebeurt ook wel eens. Er worden ook wel eens stukjes grond verkocht. Daar hebben we een regeling voor. En of dat nu per se is om een serre op te bouwen. Maar goed, zo'n regeling is er ook al. Dus wat dat betreft is daar niks nieuws onder zon. En het brede perspectief, daar krijg ik nu net even een notitie van, met dank. Dat gaat over de samenloop met de evaluatie van de horecanoten. Dat staat op bij het onderwerp 6. En dat is het brede perspectief wat hier bedoeld wordt. U komt ook bij B op de buurt- en de straatcommissies. Daar heb ik al op gereageerd. Wij vinden het wel interessant. En als u er angst voor heeft, we vinden het ook prima om dat eerst eens een keer uit te testen voor 1 of 2 jaar. En als het niet bevalt, dan kunnen we er altijd mee stoppen. Maar ik denk dat je de inwoners daarmee tekort doet. Dat denken dat die alleen maar uitgaan van dat gunnen we wel. En dat ze daar niet nuttig en verstandig over zouden kunnen praten met elkaar. Dan komen we bij D. Dat u dat wilt alleen daar waar een horecabestemming ligt. Nou, dat is een mening, maar het gaat er ook om de straat gezellig te maken op het moment dat heel veel winkels dicht zijn. En ik denk dat het echt wel zou kunnen bijdragen als je dat in goed overleg met elkaar doet. Meneer Ruigen, die komt op een aantal dingen terug. Ik denk dat ik de 5, 6, 7 heb ik aangegeven. De satellietrassen die zijn inderdaad mogelijk, behalve op het Brandarisplein. Zo hebben wij dat voorgesteld. De Brandarisplein, dat staat ook, want dat werd ook genoemd door iemand anders, ik weet even niet meer wie. Maar daar was de angst inderdaad dat er schermen en schuttingen zouden moeten komen om daar uit de wind te zitten. Het leek ons op zich een hele leuke gedachte om die satellietterrassen daar wel toe te staan toen dat werd geopperd door een aantal mensen. Maar we hebben toch uiteindelijk dat niet opgenomen en ook met de reden die u noemt, dat het misschien toch onaangenaam zou zijn om daar te kunnen zitten zonder die schermen. En het lijkt ons ook niet verstandig om de schermen te plaatsen. Nou, als de buurman niet meer wil, daar heb ik ook al op gereageerd. Oosterburen kan niet... Ja, ik snap dat u denkt van hoe zit het nu met de Oosterburen. Van in principe kan er niet een veranda. Maar we hebben dus gezegd van de Oosterburen die willen we niet afsluiten op basis van de discussies die hebben gevoerd en waar sommigen het zelfs vervelend vonden dat die discussie weer oplopte. En dat begrijp ik ook, omdat het kennelijk toch wel een heftige discussie is geweest. Het besluit is genomen, dat gaan we niet anders doen. Maar we hebben wel gezegd, je zou je kunnen voorstellen, want er moet dus gewoon genoeg loopruimte blijven
op het looppad, want je wilt niet dat de mensen elkaar in de, of de mensen op de weg moeten lopen als er ook auto's rijden. Dat willen we daar beslist niet. Dus zou het in principe niet mogelijk moeten zijn. Maar je kunt je altijd situaties voorstellen waarbij het wel mogelijk is en de looproute voldoende blijft. Of de looproute bijvoorbeeld in de winter weer automatisch, of in de periode dat de Oosterburen weer open is voor verkeer, ook weer ruimte biedt om, om op, de, op het looppad te kunnen blijven lopen. Nou, meneer Bos, die is de schrik om het hart geslagen toen hij maandag zijn mailbox opende en daar een nieuw gemeenteblad in zat. Ik wil mij daarvoor excuseren, want ik wil absoluut niet dat meneer Bos aan zijn gezondheid moet lijden vanwege dit soort akkefietjes. Wij proberen altijd zoveel als mogelijk erop toe te zien dat de kwaliteit van stukken dat die gewaarborgd is. Wij kregen echter de indruk dat er een, want wij hebben niet helemaal precies gecheckt op het moment dat de stukken op de Raad Digitaal werden geplaatst en op de website werden geplaatst, hebben wij niet geconstateerd dat daar een verkeerd gemeenteblad bij zat. Dus toen wij zo snel als mogelijk, toen wij dus dat hebben geconstateerd, dit stuk dat is heel vaak heen en weer gegaan en dat heb je dan wel eens, dat er dan in één keer plotseling een ander stuk opduikt wat al 10 keer is veranderd. Dus toen wij dat hebben geconstateerd, toen hebben wij ook zo snel als mogelijk ervoor gezorgd dat het juiste stuk erbij zat. Maar ons excuses daarvoor, iemand anders begon daar ook al over. Maar wij proberen dat natuurlijk uiteraard te vermijden. Maar om het te verzekeren dat het nooit weer voorkomt, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dus dat kan ik u niet garanderen. U bedankt de ambtelijke organisatie. Nou, dat is terechte opmerking, want we hebben hier echt wel heel veel uren in zitten in dit verhaal. En, maar ook hele leuke dingen meegedaan, want ik vond met name ook de avond die we hebben gehad met de inwoners, die in de Driemassen, vond ik gewoon ontzettend leuk. Daar hebben we gewoon met z'n allen op een leuke aangeklede zaal, in een leuke aangeklede zaal op terrassen gezeten. We werden bediend en we werden aan de regels gehouden, want we hebben geen drank gehad. En al met al was het gewoon allemaal keurig verzorgd. En ja, dat soort avonden, daar krijg je wel energie van om met zo'n onderwerp verder aan de slag te gaan. Dus ik heb daar ook heel erg veel waardering voor. En u geeft ook aan dat, en volgens mij was u de enige die daar ook op kwam, van dat de toerist dit heel graag wil. En dat is ook precies wat natuurlijk het uitgangspunt moet zijn. Van, we hebben er wel eens meer discussie over. Kijk, een ondernemer, er wordt wel eens van gedacht, die wil allemaal meer en meer en meer. En misschien zal dat ook voor een ondernemer wel eens zo opgaan, maar niet voor het grote gros. Want iedereen ziet ook wel dat we hier de kip met de gouden eieren niet moeten slachten. De verkeerde voorbeelden worden ook vaak door ondernemers genoemd. Dus als wij met elkaar ervoor waken dat we dus de kwaliteit en de omgeving goed voor ogen houden, dan moeten we vervolgens kijken van, maar wat wil dan die toerist? En er zijn heel veel dingen naar voren gekomen, ook echt ontzettend leuke ideeën naar voren gekomen. En je ziet dus gewoon dat een ondernemer heel goed in staat is om te weten wat zijn klant wil. Daar zijn we ook steeds meer mee aan het werk. We doen daar ook gastenonderzoeken voor om ook boven water te krijgen wat die mensen willen die hier allemaal naartoe komen, wat ze zien en wat ze graag beter willen zien. En daar staan die ondernemers heel erg open voor om daarmee aan de slag te gaan. Dus dank dat u daar aandacht voor had. Dan had u een heel betoog, maar eigenlijk kwamen daar niet zo heel veel vragen over. Behalve dat er iets kwam over wildgroei. En nou, ik moet dus zeggen, dat begreep ik niet helemaal. Want kijk, het is niet zo dat we overspoeld gaan worden nu door nieuwe terrassen en op plekken waar het nu dus niet is. Of die dan ook nog weer een verander boven zich krijgen. Want dat hebben wij geprobeerd te verwoorden in de notitie. Dat het dus gaat om de huidige mogelijke terrassen waar we eventueel veranders of eventueel serres zouden willen toestaan. Dus ja, misschien kunt u daar in tweede termijn nog iets duidelijker over zijn als u het anders bedoelt. De houtkachel zou moeten. Nou, ik kan u verzekeren, het zal best zo zijn dat er op bepaalde terrassen natuurlijk wel een soort van verwarming is. Maar ik denk, en dan kijk ik heel even achterom, dat hier wel specifiek houtkachels worden bedoeld. En houtkachels die hebben over het algemeen de neiging om voor veel overlast te zorgen. Ik zal u niet vermoeien met de discussies die wij hier soms intern op moeten lossen, die daar onderling over zijn als het over naastgelegen bedrijven is. En
Waar de een dus ontzettend veel last heeft van de houtkachel die de ander stookt en waar ook de gasten daar last van hebben. Dus dat is de reden dat dit zo is opgenomen. En er zijn natuurlijk uiteraard methodes om toch een van warmte te voorzien zonder dat het elektriciteit of zonder dat het energie kost, of zal ik zeggen fossiele energie kost, die anders is dan een houtkachel en dan een echte houtkachel. Er was zelfs tijdens de avond, herinner ik me, een lumineus idee waar twee vliegen in één klap zouden worden gehaald. Namelijk, men wilde een baan in de Torenstraat waar de mensen met hun rolkoffertjes overheen konden lopen, zodat de rolkoffertjes zouden zorgen voor energie waar vervolgens de kacheltjes weer opgestoken konden worden op de terras. Dus aan creativiteit op dit eiland geen gebrek. Volgens mij ben ik dan aanbeland bij meneer Lodder. Die begon ook al even over het gemeenteblad. De methode om alles via precario te blijven doen, dat heb ik volgens mij proberen uit te leggen. De buurt- en de straatcommissies, daar hebben we het ook al even over gehad. Het rommelige beeld, dat willen we dus absoluut niet. En dat is ook niet iets wat de ondernemers willen. En als u zegt dat er een vrije doorgang gewaarborgd moet worden, ja, we hebben het nu zo, er staan overal op straat staan er pennetjes waarbinnen uitstallingen en terrassen en dergelijke moeten houden. Wij krijgen ook zelfs wel eens handhavingsverzoeken als mensen daar met een stoeltje ietsjes overheen gaat. Dus dat gaat, daar wordt heel erg op gelet. En het is dus niet de bedoeling om die eventuele satellietterrassen dus dan maar kriskras over straat neer te zetten. En dus op zo'n manier dat de vrije doorgang belemmerd wordt. En voor een terras is ook altijd nog een terrasvergunning nodig. Dus wat dat betreft worden daar die regels wel heel erg keurig in vastgelegd. Nou, ook daar een slechte idee volgens meneer Lodder volgens mij over de terrassen bij musea, paracommerciële horeca bij kantines en dergelijke. Als het gaat over wel de terrassen, maar niet een veranda of iets dergelijks. Nou, wij hadden gedacht, ook op basis van de reacties die er waren, van het zou eigenlijk best wel prima zijn om dat ook conform de regels over die voor de andere voorstellen om dat daar ook toe te staan. Vervolgens vroeg mevrouw Kootstra, en dat was een hele lange zin. En dan zegt u van waarom gaan we iets voorstellen wat als er geen draagvlak voor is? En toen ben ik het even kwijtgeraakt wat voor voorstel het was, wat we doen waar helemaal geen draagvlak voor is. Want ik dacht dat we die er allemaal hadden uitgehaald. Maar als u vindt dat er ergens geen draagvlak voor is en we stellen het toch voor, dan wil ik dat graag even precies weten waar het over gaat. Ja, dat ging over om gemeentegrond te verkopen om het bouwen van een serre mogelijk te maken. Daar ging het over. Ja, en dat heeft dus echt een pure technische reden dat als wij dan een gebouw toestaan op gemeentegrond op deze wijze, want een serre is toch een aanbouw aan een bestaand pad, dan zeggen we zorgen ervoor dat een serre alleen op eigen grond mag. En zorg er dan voor dat op het moment dat die gemeentegrond, dat het terras op zich op een gemeentegrond bevindt, zorg er dan ook voor dat stuk grond dan ook verkocht wordt, zodat er dan een serre op eigen grond staat. Dan moeten de leidingen omgelegd worden, et cetera. Maar dat moet ook op kosten gebeuren van degene die daar het initiatief voor neemt. Maar het leek ons veel verstandiger dan gebouwen van derden op gemeentegrond neer te zetten, die dus aanbouwen zijn van bestaande panden. Dus dat leek ons niet een verstandige suggestie. Dank u wel, mevrouw Hoekstra. Dan denk ik dat alle vragen beantwoord zijn voor de eerste termijn. En sluit ik hierbij de eerste termijn af. Meneer Bolt, heeft u nog behoefte aan de tweede spreektermijn van 1 minuut? Nee? Oké. Okay. Wie van de raad kan ik het woord geven voor de tweede termijn? Meneer Bos? Meneer Van Delen? In die volgorde, meneer Bos. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik proef hier toch een zeer terughoudendheid van de overige fracties over het voorstel van het college. Ik heb het al aangegeven.
Er zijn een aantal ondernemers die geven echt aan dat er echt behoefte is aan serres of wat uitbreiding. En dan kom ik weer op kwaliteitsverbetering. Wij leven van de badgasten, van de toeristen. En we leven in een hele snelle veranderlijke tijd. Waar de lat ook steeds hoger gelegd gaat worden door de toerist. Men eist ook meer veranderingen. En ja, als daar wat ondernemers bij zijn die daar mogelijkheden in zien. En die voor hun toko ruimte zien te kunnen creëren om wat uit te breiden. Dan waarom zouden we daar niet mee willen gaan? Ik bedoel, in de Torenstraat is zo'n ondernemer met Brandarisplein. Ik zie de gelegenheid, vinden wij daar best goed voor. En dan praat ik niet over het hele Brandarisplein, maar gewoon voor het hotel zelf. En dan zou je een prachtig mooie serre neer kunnen zetten wat die beste man dat wil. Dus waarom zouden we daar niet in mee willen gaan? We hebben het over kwaliteitsverbetering. En we moeten niet bang zijn dat nou in één keer de hele Torenstraat volgebouwd gaat worden met serres, want daar zijn we echt niet bang voor. De gelegenheid moet er ook voor wezen. En dan is zo'n straatcomité of zo'n commissie, hoe u dat ook noemt, zou daar geweldig goed voor kunnen zijn. Want we moeten uiteindelijk samen met elkaar zien op dit eiland de krachten te bundelen om met elkaar dingen te creëren. En we zijn allemaal oud en wijs genoeg. En mijn wens is dat we samen gaan werken en dat we naar elkaar luisteren en zo dingen gaan opbouwen. Dus ik wil dat toch bij de overige fracties nog even neerleggen. Dat we daar zo goed over willen nadenken. En dat geldt dus ook voor Midsland. Ik geloof ook niet dat er in Midsland veel ruimte is, maar als daar een bepaalde locatie is waar dat toeleidt om daar een scène te bouwen, waarom zou je daar niet in mee willen gaan? Laten we wat ruimer gaan denken. We moeten wat meegaan met de tijd. En ik ben ook iemand, we moeten wat, niet dat bekrompene, we moeten een beetje opener wezen. Naar de toeristen toe. De houtkachels. Ja, ik vind het toch jammer, want volgens mij zijn er wel terrassen met een houtkachel. En ik denk als je dat gewoon volgens de brandveiligheidseisen vastlegt, op ijs, dan moet het gewoon mogelijk wezen. Dat geeft de gezelligheid eraan, dus waarom zou je dat gaan verbieden? Als de ene het wel mag, dan vind ik, dan moet het bij een ander ook mogen. Even kijken als ik nog wat heb. Nee. Dus ik wil graag de nadruk erop leggen. Gewoon bekijken, zijn er ondernemers? Laten we daar gewoon met elkaar naar zien en laten we die mensen gewoon de mogelijkheid geven om daar wat te gaan creëren. Dan wil ik het maar belaten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bos. Meneer Van Delen, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, onze wethouder die heeft een heleboel verteld, maar wij in feite, ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd om hoe dit met bij standplaatsen is, de standplaatsenvergunning, of daar iets in staat over terrassen. Over een paar commerciële activiteiten, hoe we daarmee omgaan, bij kantines, op campings, dat we de regelrechte feiten zijn, zoals volwaardige horecabedrijven, concurrerend voor de gevestigde horeca. Daar hebben we weinig antwoord op gekregen, behalve dat ze het wel leuk vinden hier en daar. Maar dat zijn wel hele belangrijke dingen. En u vraagt en wij draaien, wat meneer Gossen, meneer Bossen stelt. Ja, zo werken we natuurlijk niet. We hebben duidelijke regels en daar willen we ons graag aan houden. Dus onze eindconclusie is, we konden ons wel in bepaalde dingen vinden, maar geen die buurt- en straatcommissies, ja, waar hebben we nou? Dat lijkt de wethouder een leuk idee om een keer te proberen. Nou, het lijkt mij geen goed, mijn fractie geen goed idee. De satellietterrassen, dan moet je dat alleen mogelijk maken bij een pand tegenover je waar een horecabestemming op zit. Want je zal er maar wonen en dan krijg je een terras voor je deur of naast je deur. Leuk hoor. Maar we hebben het net gehad over de mix van horecabedrijven, wonen en werken.
detailhandel in bepaalde straten. We hebben het ook, meneer Bos. Bij interruptie, meneer Bos. Dank u wel, voorzitter. U zegt, u vraagt en wij draaien. Zo bedoel ik dat helemaal niet, meneer Van Delen. Ja, u zegt, u zegt. Ik bedoel, via de voorzitter graag. Meneer Bos heeft het woord. Ik bedoel, laten we gewoon de moeite nemen om daar eens gewoon naar te kijken. Dus als we gaan, niet eens de moeite nemen, gaan plaatjes. Om daar naar te kijken, dat nee. bedoel ik ermee. Het is niet van wij vragen en u draait en wij vragen. Ik wil gewoon de moeite nemen om daar eens naar te laten kijken. Al de raadsleden die hier zitten, die hebben er allemaal uitbundig met heel veel vreugde en plezier naar gekeken. En wij zeggen wat wij ervan vinden. U zegt er zijn wat ondernemers die wat willen. Prima, dat is hun goed recht. En zij vechten voor hun boterham. Prima, daar hebben we totaal geen moeite mee. We hebben niet alleen met ondernemers te maken in deze gemeenschap. Er wonen ook mensen in bepaalde straten. Er ligt een onderzoek wat aangeeft dat die straten zijn te klein en te smal. Daar kan je niks willen. Daar kan je niks willen. Brandarisplein, daar zou een uitzondering kunnen zijn. Bij interruptie, meneer Bos. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nadrukkelijk gezegd, de bepaalde uiteinden van bepaalde straten, daar zou eventueel wat kunnen. Ik heb het niet over de hele straat, maar ik heb het gewoon, dat staat ook in het gemeenteblad, dat het bij de Torenstraat eventueel zou kunnen. En waarschijnlijk in Oosterbeuren misschien ook een plaats. En als je daar eens naar gaat kijken, dan kun je misschien eens ideeën gaan creëren. Maar je moet het gewoon per situatie, gewoon op het te plaatsen bekijken. Meneer Van Helen. Dat zijn dan uitzonderingen. Die uitzondering op het Bedragersplein, die staat ook genoemd. Mits dat op eigen grond is, want als het gemeentegrond is, dan wordt het weer een discussiepunt. Willen we dat wel of niet verkopen, die gemeentegrond? Er zitten ook nog wat haken en ogen aan. Er liggen kabels en allerlei dingen in de grond. Dus dat is het allemaal niet zo heel simpel. Maar het rapport geeft aan dat het op heel veel plekken niet mogelijk is. Wij vinden bij commerciële bedrijven, musea, instellingen, kantines dergelijke, moet je het sowieso niet willen. Dat is pure horeca vervaging, laat ik het zo maar noemen. Ja. Het rapport geeft een heleboel uitzonderingen waar wij niet voor zitten. Wij vinden dat die buurt- en straatcommissies, satellietterrassen, nou ja, alles, als een pand horeca bestemming heeft tegenover een bestaand bedrijf, dat is niet zo'n probleem. Maar ja. Ik vind het antwoord van de wethouder is heel uitvoerig, maar feiten echt veel duidelijker wordt het daar niet van. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Helen. Mevrouw Hoekstra, meneer Bosch. Ja, dank u wel. Nou, ik heb in ieder geval weinig gehoord waar meneer Van Delen op terugkomt, wat dan niet goed zou zijn beantwoord. Ik heb gewoon het lijstje met vragen heb ik even bij langs gelopen. Ik wil toch wel even terugkomen op een... Er schijnt een soort van misverstand te bestaan bij meneer Van Delen. En daar wil ik toch wel even op wijzen. Het gaat er helemaal niet om dat we hebben het hier niet over horeca. We hebben het hier over bestaande terrassen. Dus het is helemaal niet de bedoeling om bij daar waar nu geen terrassen zijn, als je het hebt over de ondergeschikte horeca of bij kantines of dergelijke. Het gaat erom, er is een bestaand terras. Er zijn terrasmogelijkheden. En daar waar terrasmogelijkheden zijn, daar willen we gewoon de mogelijkheid ook bieden om volgens de rest van de nota ook die veranda's of eventueel een serre toe te staan. Dan wil ik nog een ander misvatting wil ik uit de weg nemen. Dat geldt ook voor, er werd met name toen al even genoemd. En hij staat ook op de plek waar... Bij interruptie, meneer Van Delen. Nou is de wethouder, die begrijpt mij niet helemaal goed. Ik heb het niet over terrassen bij die paracommerciële bedrijven, maar over veranda's en serres. Dat is een voorzitter? Uitbreiding van de bedrijfsruimte in feite. En daar zijn we niet voor. Nee, er komt helemaal geen bedrijfsruimte bij. Dat is gewoon een misvatting. Dat is gewoon niet waar, want het gaat om dezelfde ruimte die nu ook gebruikt wordt voor de mogelijkheid op terras. En het is dus niet zo dat er nu nog meer
horeca ontstaat. Nee, het is gewoon een meer overdekte horeca, zeg maar, door het terras of door het terras te kunnen overkappen met een veranda. Als u zegt van het mag alleen veranda zijn, want het moet buiten blijven bij dat soort, dat zou ook nog een optie zijn. Maar het gaat er gewoon om, daar waar nu een terras toegestaan is, dat je daar onder die voorwaarden zoals die allemaal geschetst zijn in de nota, ga ik niet allemaal herhalen, dit ook toestaat op die plekken waar er op een andere manier een terras is. En dan heb je het over een musea of over een terras bij een camping of anderszins. Dat is waar het over gaat. En niet om nu nog meer horeca te doen laten ontstaan. Bij interruptie, meneer Van Delen. Ja, u maakt er wel een Babylonische spraakverwarring van, maar het is echt heel duidelijk wat wij bedoelen. Een veranda, of een serre, bij parkcommerciële instellingen, bedrijven, musea, kantines, hoe je het ook noemen wil, daar zijn wij niet voor. Nee, dat is duidelijk, maar u... En mevrouw Hoekstra, meneer Van Delen heeft op dit moment het woord. Ik ben weer bij Boel wel. Meneer Van Delen? U heeft het woord, of bent u uiteindelijk... Ik dacht dat het duidelijk was dat wij daar niet voor zijn. En ik heb het niet over een terrasscherm of dat soort dingen. Maar het gaat om serres en veranda's bij aanverwante horeca, hoe heet het, paracommerciële activiteiten, musea, enfin, noem maar wat. Zwembad, tennisclub, ieders plak, noem ze maar op. Ik kan er u wel een twintigtal noemen. Dank u wel, meneer Van Delen. Mevrouw Hoekstra. Ja, dank u wel. Ja, ik had meneer Van Delen heel goed verstaan dat hij daar niet voor is. En vervolgens noemt hij dan de argumenten waarom hij daar niet voor is. En daar ga ik op los. Niet op het feit of u het daar wel of niet mee eens bent, is prima. Maar waar het mij om gaat is, feitelijk heb je het hier over een planologisch, ruimtelijk beeld wat je wel of niet wilt. En je hebt het niet over dat je de horeca wilt vergroten of iets dergelijks. Dus dat is mijn tegenargument. En ik denk dat wij het daar niet over eens worden, overigens voorzitter. Dus, Ja, bij interruptie, mevrouw Oosterbaan. Ja, wij zijn het echt niet met de wethouder eens, voorzitter, als het daarom gaat. Want je vergroot wel degelijk de binnenruimte van een dergelijke horeca. En dan wordt het nog meer een concurrent voor de horeca die we in de dorpen hebben. De Partij van de Arbeid fractie heeft zegt al jaren dat ze daar geen voorstander van is. Dit moet ondergeschikte horeca blijven. En hiermee vergroot je wel weer de mogelijkheden voor dat soort instellingen. En wij zijn daar geen voorstander van. Dat heeft niks te maken, u heeft ons echt niet goed begrepen, met dat wij denken dat het terras vergroot wordt, dat er meer stoelen bij komen. U heeft het heel duidelijk zelf aangegeven. Het gaat om het vergroten van het binnenterrein van een dergelijke aanverwante horeca. Mevrouw Hoekstra. Het gaat om een overdekking van die aanverwante horeca. En de reden en ook dat mensen dus ook graag overkapt willen zitten. Ik wil nog kort ook even reageren op eventueel een aanbouw in een serre op gemeentegrond. En bijvoorbeeld bij het Brandarisplein. Het moet me toch even van het hart, want we hebben ook daar aangegeven, daar komt geen terrasruimte bij. Er is iemand die heeft daar een initiatief, die heeft daar een vraag van neergelegd. Die vraag die is ook uitvoerig overal besproken van waar zouden we zoiets wel willen en waar zouden we zoiets niet willen aanbouwen met een serre. En hier is de mening van dit zouden we wel willen. Maar als u nu even in gedachten even gaat naar die plek en ziet hoe het er daaruit ziet, dan is daar dus nu een terras en daar is over het algemeen zit daar een zonnescherm naar beneden. En dat zonnescherm dat is erg onderhevig aan windvlagen en noem maar op. Vandaar de wens ook om daar toch een andere mogelijkheid te kunnen creëren. En tot nu toe is het niet zo dat de brandaris onzichtbaar is vanwege dat zonnescherm en dat terras wat daar zit. En dat verandert ook niet als je daar een serre plaatst die je eventueel in de zomer ook open kunt zetten of iets dergelijks. Dus de zichtlijn op de brandaris verandert, ik zou bijna zeggen voor geen meter, maar ook niet voor een centimeter. Dus die blijft gewoon en de brandaris blijft in beeld. Een aantal dingen die door meneer Van Delen dan in de tweede termijn nog aangehaald zijn, waar ik volgens mijn eerste termijn op had gereageerd. En de argumenten waarom het college daar anders in zit, die staan in het stuk. Dus ik kan daar verder nog weer op gaan reageren.
Maar wat meneer Bos zegt, dat voelde ik ook. Hè. De terughoudendheid over sommige onderwerpen en over het algemeen wel bijval. Dat moet ik ook zeggen hoor. Prima de reacties die er over het algemeen over de andere onderwerpen zijn dan die u nu heeft genoemd. Maar toch een pleidooi om ook goed te kijken naar van wat wil de gast die hier komt, waar heeft hij behoefte aan. Zorgen ervoor dat we die kwaliteitsslag ook kunnen blijven maken door ook ruimtelijk mogelijkheden te bieden. En dan gaat het ook om ruimtelijke mogelijkheden om onze gast zoveel mogelijk te kunnen bedienen. En ook om de omgeving daar zoveel als mogelijk bij te betrekken. En dan willen we dus niet zeggen van wij schuiven onze verantwoordelijkheid maar even lekker naar de buurt en laat die het dan maar even uitzoeken en laat die maar herrie met elkaar daarover gaan maken. Wel nee, we willen gewoon dat de gemeenschap met elkaar ook zeggenschap heeft over hun eigen omgeving. En daar zou dit een mooie vorm voor zijn. En dat is niet om het af te doen met een leuk idee. Dat is helemaal, het is buiten dat het een leuk idee is, is het gewoon ook een heel goed een goed initiatief om op deze manier buurt en omgeving te betrekken bij dingen. En we zijn echt niet de eerste die dat doen. En ik gun de inwoners wel het vertrouwen dat ze daar heus wel goed met elkaar uit kunnen komen. En ik denk dat het van toegevoegde waarde is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Hoekstra. Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van de tweede termijn. Mag ik nog heel even kort, want ik ben nog één ding vergeten. Oh. Voordat het meneer Bos zich houtkachel. Oh, wat in het stuk ook genoemd staat van we willen niet die après-ski-achtige toestanden waar dus zeg maar een houtkachel in zo'n soort met winterstoelbebierachtig ding. Daar ging het even over. Oké, nou dank u wel. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van ook het tweede termijn en ook van het bespreekstuk beleidsnotitie terrassen. De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de Raad op 19 december 2017. En hierbij sluit ik agenda per dag af. En zijn wij ook aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik wens iedereen een hele fijne avond toe en wel thuis.